Heijer? Nou, ik heb hem gezegd dat beter was het hij reed. Hij heeft al geoefend met deze wagen, maar het is fantastisch. Je hebt prachtig wagen. Nou, dankjewel. Tim, tevreden? Ja, ik vind het een hele nieuwe beleving, het elektrisch rijden. Ik ben erg van het motorgeluid, maar dat heb je toch niet nodig. Je krijgt daar andere geluiden voor terug. Ik zou het graag willen vergelijken met het zeilen. Als je de zeilen gehesen hebt en met de motor aan de haven uitvaart, dan doe je de motor uit en dan denk je, wat een herrie, en kom toch vooruit. En daar wou ik elektrisch rijden mee vergelijken. Ja, dat is ook echt zo. Het is absoluut appels met peren vergelijken. He, dus een echte autofreak die houdt van autogeluid. En ik denk dat wij dat maar moeten gaan creëren. Hè? Dus die Ferrari of die Porsche. Wat voor geluid zou jij graag in willen brengen? Nou, ik vind de Porsche wel mooi geluid hebben. Het kan vrij simpel. Je kan een klein chipje maken en dan kun je gewoon afgeven met geluid. Dat doen ze in Japan ook. En dan alle geluidjes kun je kopen voor de auto. Dan neem je 24 geluidjes, dan kun je downloaden en dan kun je auto gewoon krijgen. Hè? Dus dat wil jij wel de volgende keer meenemen uit Japan? Dat neem ik mee. Nou, leuk. Nee, maar dat is absoluut wel een gevaar, hè? Dus voor de toekomst, dat een veiligheidsgevaar, dat je een auto straks niet meer, tenminste een elektra-auto, niet meer hoort aankomen. Dus daar wordt zeker aan gewerkt. Tim, die strepen erop, wat is de bedoeling? Kun je iets uitleggen? Dat is met een reden, toch? Ja, ik zou hem maar niet aanraken, want hij barst van elektriciteit natuurlijk. Dat zijn volgens mij gewoon de bliksemschichten. Niet omdat hij zo hard gaat, maar omdat hij vol onder stroom staat. We hebben gekozen, ik wil eigenlijk even de PDE'ers erbij hebben. Die wil ik even hier hebben. De mannen die eraan gewerkt hebben. Wie kan daar even naar voren komen? Kijk eens, dankjewel. Kom even aan deze kant. Hoop maar gewoon doorheen.